Bad boys, bad boys. Dit is gewoon een ordinaire kopstoot. Bad boys in het voetballen. We smullen er allemaal van. Van boeken tot documentaires. De meest bizarre verhalen komen voorbij. So why are you acting like a bloody fool if you get hot? In Noord-Holland hebben we ook zo'n bad boy gehad. Ja, want daar is de trappende beweging. Hij werd betrapt op het gebruik van cocaïne. Johan Pater is door de KNVB voor 18 wedstrijden geschorst, waarvan 12 voorwaardelijk. Was een aantal dagen spoorloos verdwenen in zijn Telstar-tijd. Johan Pater is niet meer welkom bij Stormvogels Telstar. En is nog steeds razend populair bij de supporters. We hebben het over Johan Pater. Het hakballetjes van Johan Pater. Hij is al een aantal jaren gestopt met voetballen. Inmiddels is hij werkzaam in de bouw. En wij maken een serie over deze bad boy. Johan Pater kende twee periodes bij Telstar. In 2007 speelde hij één seizoen onder Luc Nijholt. En van 2002 tot 2005 speelde hij onder Jan Poortvliet in Velsen-Zuid. Nee, Poortvliet, dat vond ik echt een mooie keer. Maar dat is denk ik een beetje een man die een beetje hetzelfde in het leven staat als ik, weet je. Ik denk dat je dan ook gelijk wel een klik hebt, weet je. Dit is ook gewoon een man die had ook van het leven, die vond ik ook een lekker om een drankje te drinken. Ja, hij ging ook wel, wij gingen gewoon met hem op stap, weet je, gewoon na de wedstrijd. Ik deed gewoon mijn shirt uit en dan liep de Polonaise samen, weet je, dat vind ik gewoon kick. Weet je, als je dat gewoon met je trainer kunt doen, dat is toch gaaf. Maar dat zet je ook wel een stapje harder voor in het veld, gewoon, weet je. Dus ja, en maar andere mensen hebben dan ook weer een mening over, hij zit alleen maar te zuipen, maar dat is helemaal niet waar, weet je. Die man mag ook gewoon een keer lol hebben, of niet? Wat ik zeg, blijkbaar mag je dat als voetballer of als iets bekende persoon, mag dat allemaal niet en zo. Met Poortvliet was er een klik. In zijn tweede periode bij Telstar onder Nijholt was die klik er niet. Meer van het bord en looplijnen en dat soort dingen, weet je wel. Had hij een hoop van het tactische gelul, weet je wel. Zo zijn tegenwoordig de meeste trainers. Ik heb zelf ook zo'n trainingscursus gedaan. Als je dat allemaal hoort, hoe ze praten, dan heb ik volgens mij in mijn ogen nooit gevoetbald. Want het gaat helemaal over dingen, jongen. Nou, dat was voor mij abracadabra. Ik heb het ook niet gehaald, dat was een van de weinigen. Ik heb niet eens examen gedaan, ik ben niet eens gegaan. wat een gelul vind ik dat, weet je. Ik vind het gewoon, ik vind het helemaal niks. Maar met Poortvliet kon je het beter vinden? Ja, wat ik zeg, Poortvliet was een man die, weet je, wel een voetbaldier echt, weet je. Maar die kon gewoon met een verhaal, wat gewoon niet eens op een bord of zo, maar gewoon tegen Pinto zei hij, ja, je speelt vanavond tegen Bobsen. Ik wil hem de hele wedstrijd, ik wil hem gewoon niet zien. Nou, hij is wel snel, maar jij bent veel sneller, weet je. Dus op die manier kon hij je toespreken. En dan, op een gegeven moment ging je daarin geloven, weet je. En dan speelde je de top, weet je. Kijk, dan zeg ik al, Pinto had al 100 keer rechtsback gespeeld. Die hoeft niet te zeggen van, ja, je moet een beetje naar binnen komen. En als hij zo doet, ja, nou, en als hij dat dan niet doet, ja, weet je. Ik vond het gewoon lekker als zo'n trainer zo'n praatje kon houden, dat hij ze... Ja, dan dacht ik, dan vreet je het gras op, weet je, van het zit gewoon in je kop. Volgende week praat Pater over zijn mysterieuze verdwijning bij Telstar. Zelf kloot om te gaan zeggen, weet je, ik denk je mag toch niet gaan, weet je. Dus ik denk ik ga gewoon, laat ik haar gewoon bellen, dan ben ik al weg, ja toch.